Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en dit is even een les tussendoor. Hoe kan ik van dit uiteindelijk dit maken? Dat ga ik jullie nu vertellen. Ik haal deze even weg, die heb ik niet meer nodig. En wat ik als eerst doe is dat ik dus de persoon, de president natuurlijk, ga uitknippen. En ik ga hier even naar de snelle selectie. En dan klik ik hier op onderwerp selecteren. Ik hou alt in, ik scroll met de muis en dan ga ik even kijken of dit dat netjes heeft gedaan. En dan zie je eigenlijk wel dat het niet echt mooi gedaan is, dus ik hou alt in. En ik ga hier nog even over bepaalde stukken heen die ik wil hebben. Ook hier ga ik even kijken. Nou, daar ben ik al tevreden over. En dan doe ik een Ctrl-J. En dan zie je dus aan deze kant het gedeelte dat die uitgeknipt is. De onderste laag die gooi ik weg. Die sleep ik naar de prullenbak. Ik ga nog wel even inzoomen. En dan zet ik heel even het gele rondje even uit. En dat is wat makkelijker om te werken. Ik ga hier naar het gummetje. Die maak ik kleiner door de hekjes die naast de letter P staan. En dan ga ik dit gedeelte nog even een beetje bijwerken. Zo. 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 Nu ga ik het gezicht weer opnieuw selecteren. Dus ga ik hier weer naar de snelle selectie. Ik zoom even in door alt te houden en scrollen met de muis. En dan ga ik dit gedeelte weer opnieuw selecteren. En ik selecteer alleen maar het gedeelte, zeg maar, van het gezicht en het keelgedeelte, nek. En dan, als ik dat gedaan heb, doe ik een Ctrl-J. Ik hou dan Ctrl in en dan klik ik nog een keer op dit plaatje. Dan zie je dat het weer geselecteerd wordt, maar daarna klik ik de onderste laag aan en daar doe ik Delete. Daarna doe ik Ctrl-Dirk en dan zie je dus dat de selectielaag weg is. Ik sta nog steeds op de onderste laag. Ik doe dan Ctrl-T, ik hou alt in en ik ga zijn lichaam een stuk kleiner maken. Zo. En daarna klik ik op Enter. Dan ga ik naar boven toe, de bovenste laag. Ik pak hier de pijltoets, ik haal hem een stukje omlaag. Ik doe dan Ctrl-T, ik hou alt in. En deze maak ik een stuk groter. Met alt houden en scrollen met de muis kun je hem even inzoomen. En dan leg ik hem op de plek neer waar ik hem wil. Zo. En daarna klik ik op Enter. Ik pak dan de gum. Ik zorg dat hij hier op hard staat. Ik maak hem wat groter. Ik leg dan de gum hier neer. Ik klik hem één keer aan met de linkermuisknop. En daarna pak ik hem hier door middel van Shift in te houden. En dan klik ik weer. En dan zie je dus dat hij dat gedeelte weg heeft gehaald. Dan pak ik weer de pijltoets. en leg ik hem op de juiste positie neer. Ik haal het hoofd even naar boven toe. Ik ga even terug naar het lichaam. Ctrl-T. En ik maak hem toch weer iets groter, want ik vind hem iets te klein. Zo. Zo. Daarna ga ik naar de bovenste laag. Pak weer het gummetje. En dan haal ik even dit gedeelte even weg. Zo. Ik maak de cirkel wat kleiner. Klik hier 1 keer aan. En met shift inhoudend kan ik dan nog even wat bijwerken. Daarnaast maak ik een nieuwe laag aan. Dus ik ga hier naar bestand, nieuw. Ik heb een 6000 bij 4000, 300 resolutie en ik klik dan op maken. Dan ga ik hier bij het emmertje ga ik naar verloop toe. Ik klik deze aan, dubbel met mijn linker muisknop, dan krijg je dit scherm te zien. Ik pak dan blauw door dit pijltje aan te klikken. En dan kies ik voor, even kijken wat ik mooi vind. Deze. En dan klik ik op oké. En dan trek ik een pijl of een streep van linksonder naar rechtsboven. En dan komt hij straks namelijk in te staan als hij klaar is. Ik ga dan even hier naar het half maandje, pak belichting en ik haal de onderste naar rechts toe. Zo, dat vind ik prima. Terug naar lagen. Ik hou shift in, klik de onderste laag aan en doe dan Ctrl-E hard. Ik hou dan de shift in, klik op de onderste laag. Doe dan Ctrl-E hard. Klik dan met de rechtermuisknop op deze laag en kies er dan voor omzetten in een slim object. Daarna gaan we hierboven naar filter. We gaan dan hier naar uitvloeien. Ik sluit deze even af. We gaan dan even naar de ogen toe. We vinken dit allemaal aan. Dat betekent dus dat als ik hier iets invoer, voert hij dat automatisch ook aan deze kant in. Want dit is de linker oog, dat is het rechter oog. We zetten dan de bovenste zetten we op 100. Deze zetten we op 70. En deze zetten we dan op 50. Je ziet dat het automatisch ook hier wordt overgenomen. Dan sluit ik de ogen, pak ik de neus en sleep ik de beide helemaal naar rechts toe. Dan sluit ik hem, ik pak dan het mondgedeelte. Deze trek ik naar rechts en deze trek ik naar links toe. En dan het laatste gedeelte is het gezichtsvorm. Deze wordt dan min 50. Deze wordt min 20. Deze wordt dan min 100. En deze wordt dan 15. En daarna klikken we hieronder op oké. Daarna gaan we hierboven naar filter. We kiezen dan deze en we gaan dan hier naar oliepaint. Neem deze over, dus 5.0, 3.0, 0.100 en zet deze uit. En dan klik daarna hierboven op oké. Daarna gaan we hierboven weer naar filter. We pakken hier filter gallery. En we kiezen voor deze. Kies voor 10, 0 en 6 en klik daarna hierboven op OK. Daarna gaan we hierboven naar filter. We gaan naar vervagen en dan pakken we hier oppervlakvervaging. Zorg dat hij op 20 en op 10 staat en klik dan hierboven op OK. Daarna gaan we weer terug naar de oliefilter. We zien hier op filter. Ik kies er dan voor deze. En dan gaan we terug hier naar oliefilter. We laten alle instellingen exact hetzelfde staan en we klikken hier weer op OK. Dan hebben we hierboven weer de filter. Dit keer gaan we naar verscherpen. En dan kiezen we voor de bovenste. Zorg dat je dit overneemt, 150, 8.0, 15. En klik daarna hier op OK. Ik klik daarna op dit pijltje. Dan zie je alles wat eronder staat, dat dat weg is. En daarna doe ik een Ctrl-J. En dan heb ik de bovenste laag, is een kopie van de onderste laag. Dan ga ik hierboven weer naar filter. Dan ga ik hier naar vervagen en dan kies ik hier voor Gaussiaans vervagen. En dan zetten we hier 20 neer. En daarna klikken we hierboven op OK. Daarna gaan we hier naar het half maandje. En dan zeg ik hier omkeren. En daarna ga ik weer terug naar lagen toe. Weer het maandje. En dan zwart-wit. Daarna ga ik weer terug naar lagen. Ik hou shift in. Klik dan uiteindelijk op deze laag. En doe dan een Ctrl-G. En dan maak ik een groep aan. Daarna ga ik hier naar de normaal. En ik kies hier voor bedekken. Hier bij de 100% ga ik dan omlaag. Totdat ik tevreden ben. Ik pak hier dan het half maandje. Kies hier voor belichting. Ga ik de onderste naar rechts halen. Daarna ga ik hier weer naar aanpassingen. Pak ik deze, dat is selectieve kleur. Ik heb hem hier op rood staan. En ik haal deze naar rechts toe, de bovenste. Daarna hou ik shift in. Klik op de onderste laag. En doe dan Ctrl Eduard. Ik ga dan hier naar het half maandje. Pak dan selectieve kleur. Zorg dat dit op wit staat. En haal de onderste naar rechts toe. Niet te veel. Zo. Daarna ga ik terug naar lagen. En ik voeg ze weer samen. Shift en houden. Ctrl Eduard. Dan is dit gedeelte nu klaar. Ik hou Alt even in. Ik pak hier de kloonstempel. Ik hou Alt in. Klik op de punt waar ik iets van wil gebruiken. En dan haal ik deze lijn eventjes weg. Zo. Daarna doe ik Ctrl-A. Je ziet dat alles geselecteerd wordt. Ik doe Ctrl-X. Dan ga ik naar die andere laag die ik aangemaakt heb. En daar doe ik Ctrl-V. Ik pak dan hier de pijltoets. Sleep de precedent naar beneden toe. Ik doe dan Ctrl-T. En ik haal hem door Alt in te houden. Een stukje naar boven. Daarna klik ik op Enter. En dan maak ik een nieuwe laag aan. Die sleep ik eentje naar beneden toe. Ik pak dan hier de penseel. Ik heb deze op zachtheid staan. Dus helemaal op 0. Ik heb wit bovenaan staan. Ik maak hem extra groot. En dan klik ik achter zijn rug dit zo aan. En dan zie je een mooie witte vlakte tevoorschijn komen. Daarna klik ik op de bovenste laag. Ik hou shift in. Klik op de onderste laag. Ctrl-E naar waard. En dan is hij klaar. Het was weer een leuke les. Je hebt weer wat geleerd. En ik spreek je snel. De groetjes. Hei hei.